Op dit schoolplein spelen de kinderen van de buurt. De school wordt pas exclusief Joods als de Duitse bezetter dat bepaalt in het tweede jaar van de oorlog. 1941, 11 februari. Ook de Joodse artsen en advocaten moeten er nu aan geloven. Met ingang van 1 mei mogen ze hun diensten alleen aan Joden verlenen. 15 april. De Joden in Nederland moeten binnen 14 dagen hun radioontvangsttoestellen inleveren. 23 april. In Den Haag hebben nu ook, evenals elders, alle cafés het opschrift Joden niet gewenst. Verreweg de meeste caféhouders zullen het zelf heel onaangenaam vinden, maar ze moeten. 30 april. Binnenkort moeten Joden ook verdwenen zijn uit gesubsidieerde orkesten. Er zal getracht worden een uitsluitend Joods orkest te vormen onder leiding van Albert van Raalte. Het zal alleen concerten mogen geven voor Joden. 4 juni. Joden mogen nu geen gebruik meer maken van publieke bad- en zweminrichtingen, dus ook niet van zeebaden. Verder mogen ze in badplaatsen geen kamers in pensions of hotels huren en geen publieke lokalen of plantsoenen betreden. 19 juni. De Joden moeten zelf de behoeftige, en vooral zijn dat nu de behoeftig geworden, Joden onderhouden. 22 juni. Joden mogen niet meer op de Scheveningse boulevard komen en ook niet in het Haagse Bos. Dit laatste is eigenlijk pas gebleken toen een paar Joodse weeskinderen eruit gejaagd werden. 27 juni. Van nu af aan mogen Joodse winkels niet meer open zijn op zondag. Dat zal dus voor ons betekenen dat op die dag bakker en melkboer niet meer aan de deur kunnen komen. Loop vanaf het Rabijn Maarseplein rechts de Sint-Jacobstraat in tot de Wagenstraat. Sla hier rechtsaf en ga dan recht op de voormalige synagoge af, aan de overkant van de straat, Wagenstraat nummer 103.